Dit is Isaac van Arrelen, een Feyenoord supporter die woont in Italië en rondom de wedstrijd tegen Napoli de tolk bij de persconferentie. Ja, inderdaad. Ik ben de tolk, maar ook Feyenoord supporter. Dus voor mij is het eigenlijk dubbel feest. Wisten ze dat hier in Napels, dat je stiekem een liefde hebt voor die andere club? Ja, ik ben hier al vaker geweest en toen heb ik het er wel over gehad. Ik kwam net ook iemand tegen die zei, jij bent toch die Feyenoord supporter? Dat ben ik inderdaad, ja. Oorspronkelijk komt hij uit Den Bosch, maar hij woont al jaren in Rome. De liefde voor Feyenoord van weleer is nooit verdwenen. Toen ik opgroeide, was ik eigenlijk een van de weinigen met de Feyenoord shirt. Hoe het eigenlijk ontstaan is, ja, dat weet ik eigenlijk. Dat is zo gegroeid. Mijn moeder komt uit Zuid-Beierland, dus wel uit de omgeving Rotterdam. En is ook een voetbalfan. Dus waarschijnlijk is het een beetje gegroeid door mijn moeder. Hoe is dat voor jou om dan opeens naast Van Bronckhorst te zitten? De man die jouw club eindelijk de landstitel weer eens heeft bezorgd. Ja, toen gingen we ook even op en neer naar Rotterdam, inderdaad, om daar bij te zijn. Ik kom zelf ook uit het voetballen. Ik heb zelf ook jarenlang in de jeugdopleiding bij FC Den Bosch gespeeld. Dus ik mocht ook wel eens op Varkenoord spelen. Ik heb ook een aantal vrienden die of nog profvoetballer zijn of het geweest zijn. Dus ja, ik heb niet echt zoiets van dat ik er tegenop kijk. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk om daar gewoon weer bij te zijn. Ja. Isaac was er ook bij in Rome. Iets waar veel Italianen hem nog steeds op aanspreken als zijn liefde voor Feyenoord ter sprake komt. Toch heeft hij wel wat kanttekeningen bij de gebeurtenissen in de hoofdstad van een paar jaar geleden. Ik heb heel veel vrienden in Rome die Roma-supporter zijn. Wat minder Lazio-fans. Dus een Feyenoord shirt, dan krijg je toch altijd wel jullie barbaren en de fontein. En dan loop je er gewoon niet zo prettig over straat. Ook aangezien het messentrekkers zijn en het niet zo snel vergeten wordt wat er toen gebeurd is. Vandaag op de persconferentie ook op het trainingscomplex van Napoli, Castel Volturno, ging het er ook weer over, wil ik bijna zeggen. Die supporters en hoeveel komen er? Maar er zijn zoveel geweldige Feyenoord supporters. Dus het is eigenlijk gewoon jammer dat we daar steeds mee geconfronteerd worden. Ik was daar als supporter, samen met de broer van een oud-speler van Feyenoord, een vriend van me. Ik was er inderdaad ook bij op de Spaanse trappen. En ik heb toen ook op Rijnmond mijn verhaal gedaan daarover, want die contacteerde mij toen. En mijn versie is een beetje anders dan de versie die ik nu elke keer aan moet horen. Wat is jouw versie? Dat de politie ingreep zonder dat er echte aanleiding toe was. Officieel zijn de Feyenoord-fans dus niet welkom in het stadion. Maar naast de verslaggevers van Rijnmond zal er dus in ieder geval nog minstens één echte Feyenoorder legaal in het stadion zijn. Het zal spannend worden. Ik zal ook moeten omroepen als Feyenoord scoort. Dan zal ik ook een beetje opletten om niet te enthousiast te reageren.